Vermaassen. Voor de lofsprints hebben we Susanne Ruiming. Voor de derde cross hebben we Simone Mensen. Voor BMX Apeldoorn Lisbeth van Nieuwenhuizen. Voor de lofsprints nog een keer Kim Brinkman. Voor de missencrossers hebben we Zensia Baaienberg. Voor de lofsprinters hebben we Danielle Bubink. Voor CIT-Ralte Femke Matjak. En voor SV De Vaart hebben we Lisa Mepsen. Succes! Vragen, wie kan Lisa Mepsen aanstappen in de finale? Pak een hele goede zat, dus meteen weg. En eigenlijk, denk ik dan eens, Cynthia Weijberg voor een verrassing kan zorgen met drie maal aan de plek die hebben gefietst. Maar de eerste drie zijn nog wel duidelijk, maar ze heeft een goede dag gaan doen. Dus het Lisa Mepsen voor Femke Matjak en Danielle Dubbing, dus de regering Nederlands kan doen. Maar dan houden we dus Lisa Mepsen op één en wel is dan Cynthia Weijberg op positie nummer 4 heet ze hierom. En kan ze nog iets doen met Danielle Dubbing of kan Kim Brinkman nog aansluiting vinden? Ik denk niet dat deze Mepsen op één is. Ze pakt toch een klein gaatje of Femke Matjak. En zo lijkt toch Mepsen met een ongeveer meter in naar Denisvaart. Voor Femke Matjak. En dan komt Cynthia Weijberg nog naar positie nummer 3.